De speelkooi is al tijden een twistpunt, in de politiek en in de Wateringse woonwijk. Aan de ene kant zijn er buren die volop klagen over overlast van hangjongeren. Aan de andere kant zijn er buren die zeggen nergens last van te hebben. Wanneer een grote groep jongvolwassenen in de kooi aanwezig is, hangt er een dreigende sfeer en hoor ik taalgebruik waar ik als jonge moeder niet echt blij van word. Al 23 jaar woon ik daar met veel plezier en ervaar weinig tot geen noemenswaardige overlast van de speelkooi. In 2017 is er een participatietraject gehouden met een beperkt aantal buurtbewoners. Zij wensen een kleinere kooi. Tot ergernis van buurtbewoners die de kooi liever handhaven. De gemeente besluit daarom in meerderheid om de kooiafmetingen te behouden. Bovendien moet er in de wijk een speelvoorziening zijn voor kinderen tot 18 jaar. Aangezien er nu een voorstel ligt voor een kleine kooi waar de meerderheid van de buurt tegen is, want die willen een grote kooi, laten we dan maar een compromis nemen en dan maar een halve kooi nemen. Bovendien is het uiterst vreemd dat nieuwe bewoners die bewust naast een al meer dan 25 jaar aanwezige speelkooi zijn gaan wonen, blijkbaar de kooi zouden kunnen ontmantelen als die hen niet bevalt. Maar voor de zomervakantie stuurt de gemeente een brief naar omwonenden. De kooi wordt verkleind, van 25 bij 12,5 meter nu naar 10 bij 7 meter straks. Ik kan moeilijk nu bij alle mensen weer langs met een brief van vragen van bent u nu voor of tegen? Hebt u een vraag? Dan wil ik anders. Ja, ik vraag me af waarom de wethouder maar één kant belicht en niet de andere dus kant. Helder. De signalen die u geeft dat de meerderheid ook tegen een kleine kooi is, kan ik niet staven. Die berichten komen niet bij me. Ik word steeds kwaaier. Nou, had ik inderdaad een motie van wantrouwen klaar. Maar je laat toch niet een wethouder over een speelkooi vallen? Al krijgt u 2000 mensen achter u. U heeft de opdracht van de raad uit te voeren. Ik hoop dat de raad ook naar de stem van de bevolking luistert. Ook naar de betrouwbaarheid van het college of van het bestuur luistert die de brief heeft uitgestuurd van 10 bij 7. En niet het college in de hemd laat staan om daar toch weer een andere oplossing te kiezen. We wilden eigenlijk, zoals mijn collega aangaf, er gewoon een streep onder zetten vanavond. En we zullen dus gewoon het college hierin volgen en tegen de motie stemmen. Uiteindelijk schaart de meerderheid van de raad zich achter de wethouder. De kooi wordt kleiner.